Er was nog een goede uitslag. Ja, bij de verkiezingen. Dat zijn we bijna vergeten. Maar, ja, bij D66. Want daar ging Tjeerd de Groot. Ja, beste vrienden, Tjeerd de Groot. Hij stond op 10 op de lijst bij D66. En het leek erop dat ze 10 zetels gingen winnen. Nee, en toen in één keer, hoep, toen ging het toch mis. En verloren ze toch een zeteltje. En werden het een 9. En tot ziens, Tjeerd op 10. Afgelopen en weg. Ja, en terecht, want hij was die dorpsomroeper, hè? Voor de, ja, voor de stikstof. Weten we het nog? Ja, nee, de wereld verging en de helft van de koeien moest weg. En dit moest en dat moest veranderen. En hij was vervelend in de kamer. Beledigde mensen. Joeg allerlei instanties de gordijnen in. Die cheert. Het was één grote ellende. En nu komt die Adema. Heb je het gezien, die Landbouw? Ja, die minister die zegt, ja, er zijn wat verkeerde rekenmodellen met de stikstof. En het is niet helemaal goed gegaan in de visserij. Oh, dankjewel. En allerlei van die vissers die hebben hun bijna gedwongen hun schepen moeten laten slopen. Ja, en dan zegt hij er nog even bij. Ja, en die modellen voor die visserij, dat geldt eigenlijk ook voor de boeren. Dus dat moeten we ook allemaal een beetje herzien. Oh, heel Nederland in de fik gezet. Vrienden, weten we het nog? Ja. Met boeren die zelfmoord pleegden en allemaal met die trekkers de weg op. Nou, het is toch werkelijk te gek voor woorden. En daar was die Tjeerd, die Tjeerd de Groot, die was daar een onderdeel van. Nou, hey, tatarada, we zijn hem gelukkig kwijt. Minder praat.